De smaak van rozen doorkruisen we heel Limburg op zoek naar boeren en bedrijven met unieke streekproducten. Deze boeren verdienen een podium vanwege hun passie voor het vak en omdat ze Limburg zo speciaal maken. Ik ga de dialoog aan met hun en transformeer de producten samen met een fantastische kok tot een heerlijk Limburgs gerecht. Proeven maar. We zijn deze aflevering te gast in de gemeente Meerssen, gelegen in het zuidelijke deel van Limburg. Dag Philippe, Stijn. Goedemorgen. We moeten wat rustig zijn, ook, hè? Een beetje dimmen. Hè? Waar zitten we precies, Stijn? Nu? Hier? We zitten momenteel op het plateau bij Meerssen. Ja. Prachtige gemeente, mooie bossen. Ja. En Philippe die komt net van de hoogzitten af, die heeft een prachtig mooie ochtend gehad. Stijn, hoe zit het eigenlijk met de populatie hier binnen het gebied? De wilde zwijnenpopulatie groeit sterk de laatste jaren. Dat heeft eigenlijk te maken met de zachte winters die we gehad hebben. De ecologische hoofdstructuur die wordt aangeplant, waardoor er veel meer dekking is voor die wilde zwijnen het jaar rond. Over hoeveel aantallen spreken we dan, Philippe? Ja, hier in Limburg. Wat denk je? Ze hebben 600-700 hebben ze geschat. 600-700? Niet alle buitengebieden die we hier zien, die zijn geschikt voor wilde zwijnen. Omdat er landbouw is, omdat er verkeerswegen doorheen lopen, hè, autowegen, autosnelwegen. Mm-hmm. Dat zijn gebieden waar maar kleine dekkingen, kleine bosjes zijn. Mm-hmm. Nou ja, dus die 700 wilde zwijnen die ervoor komen, die kunnen eigenlijk maar in een bepaald gebied op een goede manier leven. Ja. En op een gegeven moment groeit die populatie zo dat ze ook trekken naar de gebieden waar ze eigenlijk minder gewend zijn of waar ze gevaar vormen. Denk aan veterinaire ziektes die overgebracht kunnen worden. Nou, in het kader daarvan doe je een stuk populatiebeheer. Dus enerzijds om de verkeersveiligheid te kunnen blijven garanderen. Een stuk landbouwschade dat voorkomen moet worden. Ja. En een stuk veterinair aspect dat je hebt. Gaat dat lukken? Ja, weet ik ook niet. Niet dat ding door elkaar. Oké, okay, jongens, het werk is gedaan. Inladen, wegwezen en klaarmaken, zou ik zeggen. Doe je dat graag, chef? Ja? Het is mijn vak, hè. Het is jouw vak. Nooit iets anders gedaan. Ja. Hoe lang heb je slachter geweest, chef? 60 jaar was. Altijd slachter geweest. 60 jaar slachter geweest? Ja. Altijd. Mijn papzalige wordt slechter. Mm-hmm. Mijn opa wordt slechter. Ja. Het zit in de familie dus? Ja. Ben ik een goede assistent voor jou, chef? Ja, het valt reuze goed met. Ah, dankjewel. Ja. En zo ziet slachter Jeff dat het allemaal goed is en hij geniet zelfs van een derde borreltje. Hou even, Jeff. In de supermarkt. Ja. Ik wil hem laten zien hoe je hem nog authentiek maakt. Dus als jij zuurkool op je kaart zet, ga je niet naar de supermarkt, maar je maakt het zelf. Ik maak hem zelf. Artisanaal. Ik maak hem helemaal zelf. Ja, dat hebben we nodig in de smaak van rozen. Oké, okay, fantastisch. Zullen we beginnen? Oké. Okay. Ik snij hem door vieren. Ja. Nu ga ik ze van hieruit ga ik ze mooi fijn snijden. Moet ik heel eerlijk zijn, Gert? Ik heb nog nooit van de combinatie eigenlijk gehoord. Wild zwijn met zuurkool. Ja, waar komt dat precies vandaan? Nou, het is toch wel een authentiek gerecht. Dus wild zwijn, zuurkool, dat past heel goed bij elkaar. Ja? Ja. Ben je zelf een liefhebber? Ik ben zelf een liefhebber van wild. Van wild, ja? Ja, überhaupt van wild. Het is natuurlijk eerlijk vlees. Allemaal beesten wat zichzelf voeden. Mm-hmm. Het is niks mooier als ik iets van de jager krijg en zie wat het beestje heeft gegeten. Ja, hij zit er goed in geplat. Ja. Voilà, komt ie. Voilà. Oké, heel mooi. Goed verdelen zeker, hè, Gert?
En nu gaan we ongeveer een half uur, laten we hem doorkoken en dan is de zuurkool klaar. Ik sta hier in een heel lekkere chocoladewinkel in Meersen en ik heb ook een bijzonder koppel bij mij staan. Dat is Jennifer en Sebastian. Jullie zijn een bijzonder koppel, hè? Vertel eens. We hebben elkaar leren kennen via de World Chocolate Masters. Zie ik staan, ja. Ja, ik was van Nederland. I was from France. Hij heeft in de finale gedraaid tot Frankrijk en ik Nederland. En toen hebben we elkaar ontmoet tijdens de finale in Parijs. We maken een beetje exclusievere dingen. En dat wil zeggen, de decoraties wat we maken, de smaak. Mijn partner is heel goed in patisserie. Mm-hmm. Hij kan heel goed dingen op smaak brengen. En hij heeft de Franse stijl. Dus de dingen die wij in Frankrijk echt super lekker vinden, de macarons, die zijn echt hier super. Ja, ja. Daarom steken wij net iets bovenuit, denk ik. De voorraad is aangevuld met zuurkool en chocolade. Ik snap de combinatie nog niet. Maar dit is het eindresultaat. Het ziet er goed uit. En klaar is Kees, ons everzwijn. Samenhorigheid. Waar mensen samenkomen met een doel en graag in elkaars nabijheid verkeren, ontstaat een waarachtig groepsgevoel waarop men zo vaak zo lang kan teren. Schouder aan schouder en zij aan zij, de hoofden naar elkaar gericht, met elkaar verbonden, maar evenzeer vrij. Een hand die bindt, maar ook verlicht. Het heeft iets van geborgenheid, te zien in elk klein gebaar. Hier krijgt men warmte, ruimte, tijd. Hier hebben mensen iets met elkaar. Voilà. Wow.